Ik geloof in het schone en het goede. Ik ben Gerard Lentink en ik maak monumentale houten beelden. Je verwondert je, hè? Je wordt op de wereld geworpen en dat is iets heel complex en ingewikkeld en verbazingwekkends en dat moet een vorm krijgen, dat verbazingwekkende. En dat is de motor om die beelden te maken die ik dus in eerste instantie voor mezelf maak om een soort binnenwereld te ordenen. Tegelijkertijd wordt dat werk gezien en wordt het daarmee per definitie een communicatie. En ja, wat ik beoog is dat je een universele beeldtaal probeert te voeren, hè, die net zoals muziek bijvoorbeeld, die ook de onzeggelijke dingen op de een of andere manier proberen te belichten. Nou, dus in de Kunstkerk staat een schaalmodel van een werk dat ik Coevore heb genoemd. De opzet was om een beeld te maken voor de stad Dordrecht. Hè. Ik werk daar nu inmiddels meer dan 40 jaar en er is dus een zekere dankbaarheid van dat je die kansen hebt gekregen. Het idee voor een beeld op de punt van de stadswerven, dat broeit al heel erg lang. En dat heb ik altijd gekoppeld met een soort stedenmaagd, dat je een personificatie van de stad daar laat staan. Ik wist dus al heel lang van dat dat een dame zou moeten worden, maar precies die vorm, die had ik nog niet. In 2015 heb ik een grote voettocht gemaakt van Zuid-Italië naar Istanbul. Ook als onderdeel van een landschapsproject. En in Athene kwam ik in het Acropolis Museum erachter dat de karyatide, dus die zuilvormige vrouwen die in feite een dak dragen, dat die ooit waarschijnlijk bronzen schalen gedragen hebben. Die karyatiden zijn nu ontarmd, hè, dus die hebben geen onderarmen meer en dat is in de Ottomaanse tijd waarschijnlijk zijn die eraf afgeslagen. En voor mij was dat een eye-opener, dat opeens zag ik dat beeld van die zes vrouwen die zo'n schaal dragen en ik dacht van, dat is een prachtig, plechtig, priesterlijk beeld. Dat ga ik maken voor de stadswerven. En zo is mijn ontwerp ontstaan. Dus het is eigenlijk gewoon weer een gecompleteerde karyatide afkomstig van de Acropolis.